Dank u, we hebben de ladies. Okay. Vanmiddag was het op Staaij een beetje de generale repetitie voor morgen. Meer dan 1000 vrouwen zullen de wedstrijd tegen Geel bijwonen. En dat allemaal op deze aparte tribune. Zeker en vast, daar in de tweede ring gaan wij allemaal samen STVV naar de overwinning schreeuwen. We hadden nooit verwacht dat we de 1000 gingen halen, dus we zijn super tevreden. We hadden een schatting in het begin gemaakt van 500, dat zou al een succes zijn. Ja, als we dat nu verdubbeld hebben, ja, dan kan je spreken van een ongelooflijk succes. De actie van de grootste vrouwelijke spionkop ooit wordt mogelijk gemaakt door commerciële partners. Enkel vrouwen zijn toegelaten op deze tribune. En vrouwen kunnen meer doen morgen dan voetbal kijken. Hier kunnen de dames perfect selfies nemen met een hunk met ontbloot bovenlijf. Maar wat is nu het verschil tussen vrouwen en mannen als het op supporteren aankomt? Oh, ik denk dat wij heviger zijn. We kunnen ons meer volledig geven. Als ik kijk naar het vrouwenvoetbal, moet ik eerlijk zeggen dat een vrouw veel meer gedreven is dan een man. Dus in het vrouwenvoetbal bijvoorbeeld, ook als het moeilijk wordt, gaan zij veel minder snel hun kop laten hangen. Ik denk wel, als de sfeer erin zit, dat wij ervoor kunnen zorgen dat hem aanwezig blijft, dat de sfeer blijft hangen. STVV kan morgen trouwens een prima zaak doen. Wint STVV van Geel en Lommel en Eupen spelen gelijk, dan staat STVV 5 punten los. Alles is in gereedheid gebracht om een feestje te bouwen. En mannen zijn na de wedstrijd naar verluid erg welkom.